Over de verzuring van de bossen? Nee, de veestapel. Ja, nee, hoeft maar... niet beperkt te worden? Die hoeft niet beperkt te worden. De omvang van die veestapel... Ziet die geen noodzaak toe? Nee, dat was goed zo. En met het huidige mestplan... Dat gaat ook goed? Dan komt het allemaal wel in orde. Geen haast. Hoefde niets aan de veestapel te gebeuren. Merkwaardig. Zullen we het stukje van gisteren laten zien? Een stukje journaal van gisteravond. Een gruwelijk stukje, we waarschuwen u. Ja. Als u het niet gezien heeft, kijk maar niet. Als u het wel gezien heeft, moet u ook maar niet kijken. Niet leuk, maar daar komt het. Wacht op. Let op. Om het betoog van Brax te ondersteunen. Ja. Te treden. Ja. 200 varkens genoten van een kortstondige vrijheid op de A50 bij Beuningen. Ze zaten in een vrachtwagen die door onbekende oorzaak in een bocht kantelde. De cabine van de wagen belandde op een personenauto. Er raakte niemand gewond. 20 varkens waren dood. Wegenwacht, brandweer en politie rukten uit om de dieren die bestemd waren voor de slacht bij elkaar te drijven. Een aantal varkens liet zich niet zo makkelijk vangen. Na 3 uur gingen ze in nieuwe vrachtwagens naar het bedrijf waar ze vandaan kwamen. De A50 was 3 uur afgesloten. Ja, tot zover, hè? Hoeveel varkens in één auto? 200. 200 waren er dood. Die waren al dood in die auto natuurlijk. Ja, nee, er hoeft niks te gebeuren, hè? Hoeft niet omvang van kleiner te worden. Dus goed zo, hè? Wat zei jij vroeger tegen je kinderen als je op de weg zo'n wagen met varkens passeerde? Oh, dat die beesten lekker op vakantie gingen. Ja, ik zei dat ze naar een nieuw weiland gingen met hoger gras. We zijn allemaal schuldig. Laten we er dit over zeggen. 2 weken geleden heeft het anti-bondcomité zich kunnen opheffen in Nederland. Vrijdag heeft man-vrouw maatschappij zichzelf kunnen opheffen. We kunnen er met z'n allen voor zorgen, lieve mensen, samen in Nederland, dat binnen een paar jaar de Nederlandse Bond van Vegetariërs zich kan opheffen. Meer zeggen we er niet over. En straks meer over Brax. We gaan beginnen. Welkom bij Cake op de Week nummer 5. Bye.